Het is de wetenschap die formuleert wat iedereen al weet op zodanige wijze dat niemand het meer begrijpt. Zo luidt een omschrijving van een studie die niet door iedereen serieus wordt genomen. Over de beoefenaren van de sociologie, want daar gaat het om, schreef Jan Blokker. Het zijn mensen die bewijzen dat het donker wordt als de lamp uitgaat. Beetje flauw, maar ook wel weer grappig. 9 sociologen, Theodor Adorno, Norbert Elias, Auguste Comte, Karl Marx, Ytterke Weda, Abraham de Zwaan, Jacques van Doren, Christine Brinkgeve en Hilda Verwij Jonker. U krijgt hen te zien en ik ga van alles over hen vertellen, tenzij u al een naam genoemd hebt. Dan ga ik meteen naar de volgende. 1. Franse filosoof en grondlegger moderne sociologie. Auguste Comte. 2. Gezinssocioloog. Ytterke Weda. 3. Schrijver, communist, manifest. Karl Marx. 4. Ex-hoogleraar, schrijft een column in HP De Tijd. Abraham de Zwaan. 5. Was kroonlid in Sociaal-Economische Raad. Christine Brinkgeven. 6. Grondlegger, Frankfurter Schule, deed onderzoek naar rassendiscriminatie. Adorno. 7. Schrijver van Zorg en de Staat. Norbert Elias. 8. Duitse cultuursocioloog. Jacques van Doorn. 9. Hoogleraar sociale wetenschappen schreef van huis uit. Dit is Christine Brinkgeven en waar ik Brinkgeven zei Hilda Verwij. Stop. Dat was een heldere omzetting en nu moeten er 6 goed zijn. Denk het wel, ja. Dan kijken wij. Hij trouwens de eerste bedacht het woord sociologie. Auguste Comte is goed. En dit is Ytterke Weda, tweede goeie. Karl Marx schreef het Communistisch Manifest. Is goed. En Jacques van Doren is dit. De schrijver van de column Betamelijkheden in HP De Tijd. Niet goed, geen joker. Hilda Verwij Jonker. U zei eerst Christine Brinkgeven, later Hilda Verwij Jonker. En dat laatste is goed. Dus dit is de vierde goeie. De grondlegger van de Frankfurter Schule, Theodor Adorno, is goed. U zei het heel zacht. U wist het niet helemaal zeker blijkbaar, maar het is wel goed. En de schrijver van Zorg en de Staat is Abraham de Zwaan. Dat is niet goed. De Duitse cultuursocioloog Norbert Elias is dit, niet Jacques van Doren. Nu moet die laatste goed zijn, die omzetting. Hoogleraar sociale wetenschappen en schreef, samen trouwens met Bram van Stok, van huis uit, Christine Brinkgeven. Ja. U had goed geteld. Ja. En nadat u eerst al 6 goede antwoorden had gegeven. Kortom, vrij goed. Vraag 2. De planeet Neptunus werd in 1846 voor het eerst gezien door de astronoom Johann Galle. En Galle vond de planeet na precies 1 uur zoeken, waarbij hij gebruik maakte van berekeningen van collega's. De zoektocht naar Pluto duurde langer. Naar deze Planet X is ruim 80 jaar gezocht. Hij werd pas in 1930 gevonden. 9 hemellichamen nu op de lijst. Aarde, Uranus, Maan, Venus, Mars, Pluto, Jupiter, Saturnus en Mercurius. En die omschrijf ik. 1. Planeet die het dichtst bij de zon staat. Mercurius. 2. Wordt ochtendster of avondster. Venus. 3. Het karretje Sojourner reed op deze planeet. Mars. 4. Deze reuzenplaneet werd in 1781 ontdekt door William Herschel. Jupiter. 5. Grootste planeet met rode vlek werd bezocht door Galileo's zonde. Dit is Jupiter. 6. De planeet met de ringen heeft... Saturnus. 7. De derde planeet vanaf de zon. Aarde. 8. Enige planeet die nog niet van dicht nabij is onderzocht. Uranus. 9. Eerste satelliet waarop de mens een... Maan. Stop. Over astronomie gaat deze vraag. En daar heeft u verstand van, dat blijkt wel. Maar heeft u er ook 6 goed? Ja, ik heb er 6 goed. Hij gaat rond de zon in 88 dagen. Mercurius is goed. En de ochtend- of avondster Venus, zo wordt hij genoemd, is ook goed. Het karretje, de Sojourner, reed op Mars, is goed. En William Herschel ontdekte in 1781 Uranus. Dat was niet goed, maar dat geeft niet, want... Althans, tot nu toe geeft het niet. Grootste planeet met rode vlek werd bezocht door de Galileo's zonde. Dat is Jupiter, inderdaad. En de planeet met de ringen heeft tenminste 18 manen. Dat is Saturnus, is ook goed. De derde planeet van de zon
is de aarde. Dat zijn er 6. Ja, u zit een beetje te kijken van, gaat het allemaal goed? Ja, het gaat allemaal goed. Althans, die indruk heb ik. De enige planeet die nog niet van nabij is onderzocht is Pluto. Dat is een foutje, maar niet erg. En de eerste satelliet waarop de mens een voet zette en blijkbaar ook de waterleiding heeft aangelegd, de maan. Want er is water op de maan. En zo kunnen wij dansen op de maan. Het is goed. Vraag 3. Dat de bewoners van Texel bijna nooit een das dragen, dat komt volgens Jan Wolkers omdat de vogels zo vlak langs je scheren dat je stropdas door midden wordt gekliefd. Ik geloof niet helemaal, maar het is een mooi verhaal. De mogelijke daders van dit door midden klieven van stropdassen staan hier op de lijst. De scholekster, de lepelaar, rotgans, kluut, bergeend, eidereend, visdiefje, rosse, gutto en de strandloper. En die gaat u zien. Ja. 1. Lepelaar. 2. Strandloper. 3. Schoolekster. 4. Eidereend. 5. Visdiefje. 6. Bergeend. 7. Dit is de strandloper. 8. Rotgans. 9. Rosse grutto. Dat zijn ze. Ja, ik wou het omwisselen. Ik zou, als u niet zeker weet, nu stoppen. Waar ik strandloper zei, het moet kluut zijn. Stop. Ik hoop nu dat hij goed is, anders heeft hij zoveel tijd gekost, deze. Ik dacht dat het wel een goede verandering is, maar wij zullen ik weet niet wat de rest nog dan doet. Ja, we gaan zien. Wil u een joker? Eerst even rustig tellen. Ja, ik heb 6 goed. Texel is trouwens het grootste vogeleiland met de meeste vogels en de meeste soorten biotopen. Dat moest ik nog even zeggen van Jan Wolkers. Dan kunnen we rustig nu gaan naar de lepelaar, is goed. En de kluut. Ja, dat was toch die verandering? Ja. Ja, nou, een hele goeie. Een kenmerkende broedvogel voor Texel is de kluut en dat is dan ook te zien. De scholekster is hier de 3e goeie. En de rotgans is een echte wintergast op Texel en dat is misschien de eidereend ook wel, maar dit is de rotgans. En we zijn nu inmiddels bij het visdiefje. Is goed. De bergeend is ook goed. En als 6e goeie zien we hier mogelijk de strandloper. Dat is correct. Met een schelp in zijn bek of snavel, hoe heet dat. Dan de... Dit is de eidereend. En als laatste dan de doortrekker van Noord-Scandinavië naar West-Afrika, de rosse grutto. Ja, het gaat allemaal geweldig. Toch of niet? Bent u ontevreden? Nee, nee. Dan doen we vraag 4. Voorbij uit Geest is de geest eruit. Dat werd vroeger gezegd door mensen uit de Zaan die vonden dat het ten noorden van Uitgeest domme mensen woonden. Klopt natuurlijk niet. Dorp Uitgeest, dat heet zo omdat het op de grens ligt van zandgrond en laagveen. En zandgrond wordt ook wel geestgrond genoemd. Ja, je leert wat in dit programma. 9 plaatsnamen nu. En niet voor niks zijn sommige onderdelen van die naam dik of groot gedrukt. Kaakhoorn, Langbroek, Dingelo, Loosdrecht, Sas van Gent, Paters Wolde, Nieuwe Schans, Wijk bij Duurstede en Schiermonnikoog. Ik ga nu een omschrijving geven van het groot gedrukte gedeelte van de plaatsnaam. Dat zegt dus iets over die plaats. Ik hoop dat u dan weet welke plaatsen ik bedoel. 1. Bosachtige begroeiing op hoogveengronden. Dwingelo. 2. Moerassig land. Langbroek. 3. Door water omringd land. Loosdrecht. 4. Nederzetting. Wijk bij Duurstede. 5. Vestingwal. Nieuwe Schans. 6. Doorwaadbare plaats. Kaakhoorn. 7. Open plek in het bos. Dat is Dwingelo. 8. Schutsluis. Sas van Gent. 9. Plaats waar een schandpaal heeft gestaan. Dat is een kaakhoorn. Stop. Ik heb maar 1 joker nog. U heeft 1 joker, u heeft daar de tijd voor. Maar telt u eerst even op zoek naar de 6 goeie. Ja, ik moet in ieder geval de joker nemen, denk ik.
Nou, die is eraf. Ja. En dan heeft u verder geen keus meer, dus dan kijken we weer. Op de grens van Groningen en Drenthe ligt Paterswolde. Dat bos achter de begroeiing op hoogveengronden. Wolde. Dat is dus Wolde, Wolde, Paterswolde. Ja. Ja. De tweede, daar krijgt u dus een joker voor. De tweede, het moerassig land. Langbroek is goed in Utrecht. Door water omringd land. Ja, dat geldt ook wel een beetje voor Loosdrecht, maar toch vooral voor Schiermonnikoog. Geen joker meer. De nederzetting, de wijk bij Duurstede is goed. Vestingwal, Nieuwe Schans is ook goed. En de doorwaadbare plaats, dat is Loosdrecht. Drie kansen en dan moeten er twee van goed zijn. Open plek in het bos, Dwingelo, dat is goed. De Schutsluis, meteen zei u Sas van Gent. En dat is ook correct, dus er zijn er zes goed. Gefeliciteerd, want vandaag heeft u gewonnen. En de schandpaal aan de kaaksteller, Kaakhorn, is ook nog goed. Dus die joker was niet eens nodig. Nee. Dat leidt tot 2550 gulden. De helft daarvan is 1275. U kunt het meekrijgen. Maar van harte bent u ook volgende week weer welkom. Ja, het ging niet zo best, maar ik vind het toch wel leuk nog een keer te doen. Dat horen wij graag. Dan zie ik u volgende week in de derde ronde. En we spelen nu een derde ronde deze eeuw. Ik ben Henk Bronckhorst, kom uit Arnhem en ik ben nog steeds werkzaam als magazijnmedewerker. Ja, en in deze dagen wil ik graag even weten, koopt u wel eens eieren? Jawel. Ja? En let u dan op of scharreieren zijn? Ja. Nou, dat is het enige wat ik wilde weten. En dan kunnen we nu spelen in deze paas, vlak voor de paas, moet toch een beetje letten allemaal. Derde ronde deze eeuw. Het gaat steeds zo dat u geen tijd meer over hebt. Uiteindelijk heeft u wel vier jokers en gewoon weer 200 seconden voor deze derde ronde en voorlopig laatste ronde. Enfin, we zien straks wel verder. Hier is vraag 1. De socialist Jaap Burger, die nogal recht voor zijn raap kon reageren, had de christendemocraten niet hoog zitten. En zijn meest bekende uitspraak is: afspraken met confessionelen, dat zijn scheten in een netje. Hij zei dat in 1977. Jaap Burger nu en acht andere informateurs en formateurs: Steenkamp, Zijlstra, Burger, Nagel, Westbroek, Vrolijk, Beel, Vis, de Koning van de Ginten en de Gaai Fortman. Negen daarvan gaat u zien. En zo nodig zeg ik er iets bij. 1. Formateur van kabinet Den Uyl. Burger. 2. Architect van het tweede en derde kabinet. De Koning. 3. D66er was mede-informateur voor... Vis. 4. Ex-minister-president was informateur van vier kabinetten. Beel. 5. Hij overreden van 98... De Gaai Fortman. 6. Legde de basis voor het kabinet Biesheuvel. Piet Steenkamp. 7. Bracht Partij van de Arbeid overwinning samenwerking. Van der Grunten. 8. Zorgde voor nieuwe coalitie van VVD met AR. Zijlstra. 9. Deed met Verdam een poging tot een tweede... Vrolijk stop. Ik geloof niet dat van mijn zinnetjes iets over is gekomen, maar dat geeft ook niet. Als uw antwoorden 7 keer maar goed zijn geweest. Zijn goed. Ja, Burger, waar ik het net over had, overleed in 1986. En het was de eerste die u zag, en dat is goed. Dan Jan de Koning, architect van het tweede en derde kabinet Luppers, is goed. En mede-informateur van het Paarse kabinet, de D66er Vis, is goed. Bill, dat is weer van wat meer jaren geleden, de ex-minister-president. 4 kabinetten formeerde hij, is goed. En de Gaai Fortman overreden van 8 om mee te doen aan de tweede coalitie met Den Uyl. Goed. Piet Steenkamp legde de basis voor het kabinet Biesheuvel. Is goed. En... ondanks de overwinning van de Partij van de Arbeid bracht hij het kabinet van 8 Wiegel tot stand. De zevende van de Ginten, de zevende goeie, kan ik nu zeggen. Dat is gebeurd. Dan Jelle Zijlstra is de 8e die we zien. En Maarten Vrolijk. Dat leidt tot een nieuwe joker. En vraag 2. Over het Engelse stadje Glastonbury vertelden monniken in de 12e eeuw vreemde geruchten. Het stadje zou door Jezus zijn bezocht en koning Arthur zou er begraven liggen. Oorzaak van de geruchten was een brand in het plaatselijke klooster. De monniken hadden geld nodig en probeerden met hun verhalen pelgrims te lokken. Slimme jongens. 9 plaatsen nu in Engeland. Canterbury, Greenwich, Blackpool, Bath, York, Haworth, Brighton, Cambridge en Stratford-on-Avon. Ik ga u 9 toeristische tips geven, zo zou ik het kunnen noemen. Over welke Engelse plaats gaat dat helemaal? 1. De geboorteplaats van Shakespeare. Stratford-on-Avon. 2. Kuuroord met Romeinse baden. Bath. 3. Badplaats, beroemd door de Golden Mile en veel pretparken. Brighton. 4. De theeklipper, de Gutty Sark, ligt hier aan de wal van de rivier. Greenwich.
5. De kathedraal waar Thomas Becket werd vermoord. Canterbury. 6. Woonplaats van de zusters Bronte. Haworth. 7. Badplaats aan de zuidkust met paleisje de Royal Pavilion. Brighton. En waar ik Brighton zijn moet Blackpool zijn. 8. Stad met gotische kathedraal met wereldberoemde glasramen. York. 9. Universiteitsstad. Cambridge. Stop. Mooie vraag. Dank u. Ik zal het overbrengen aan de vragenmakers. Die zullen glunderen. Maar zijn er ook 7 goed? Ja. Want dan ben ik weer blij. En zo hebben we allemaal wat. De Engelse toertocht begint in Stratford-on-Avon, waar Shakespeare werd geboren, is goed. En in 1597 werd Bath al gebouwd. Tweede goeie. Die, hoe heet het, badplaatsen, die heeft u weer goed gezet. Blackpool is de eerste die we bedoelden. Straks komt Brighton. Eerst nog de theeklipper, de Cutty Thark, ligt aan de wal van de rivier, hier in Greenwich. Is goed. En in 1170 werd Thomas Becket vermoord in Canterbury. Ook goed. Dan Haworth, de woonplaats van de zusters Bronte, is correct. En het andere badplaatsje Brighton is de 7e goeie. Gotische kathedraal in York is de 8e. En beroemde King's College, maar ja, dat is misschien leuker voor de vorige speelster. Cambridge in de is de universiteitsstad die wij op het oog houden. Weer alles goed? Ja, logisch dat u het een mooie vraag vindt. Joker erbij weer. Nee, de jokers gaat het wel goed. Ook ruim in de tijd nog. We zijn op de helft. Hier is vraag 3. Toen Rijk de Gooier een gouden kalf kreeg voor zijn rol in de film Hoogste Tijd, werd er na afloop een feestje voor hem gehouden. Maar de organisatie zou volgens Rijk dusdanig slecht zijn dat hij in de taxi van Maarten Spanjer stapte en kwaad naar huis ging. Dat leverde hilarische beelden op van Rijk die zijn kalf uit het raam gooide. 9 films met een gouden kalf. Bij nader inzien. Karakter, zusje, Abel, spoorloos, de avonden, blind date, de illusionist en de kleine blonde dood. U krijgt 9 foto's te zien. En ik ga ook iets vertellen, maar praat u er rustig doorheen. 1. Verfilming van Boek van het Bordewijk. Karakter. 2. Theo van Gogh verdiende 3 kalveren voor deze film. Blind date. 3. De verfilming van Boek van Boudewijn Buug. Kleine blonde dood. 4. Terugblik op de jeugd van een theatercomiek. Illusionist. 5. Regiedebuut van Robert-Jan Westdijk en de eerste rol van Kim van... Zusje. 6. Humoristische film over oudere jongeren die nog steeds thuis woont. De avond doen. 7. George Sluiser baseerde zijn film op de psychologische thriller van Tim Krabbe. Bijna de inzien. 8. Revens roman, verfilmd met Tom... Dat is De Avonden. En waar ik De Avonden zijn, is spoorloos. 9. 3 kalveren voor verfilming van Voskuils boek over vriendschap. Ja? Ik zou iets zeggen nu. Spoorloos dan maar. Stop. Stop. Ik moet 1 joker zetten. Dat is gebeurd. Vorig jaar het Gouden Kalf voor de beste film. Onze nationale trots. Karakter is goed. Blind Date is de film van Theo van Gogh. Dat is correct. En het boek van Boudewijn Buug werd... het heette De Kleine Blonde Dood en zo heette de film ook. Dat is goed. Freek de Jonge speelde een hoofdrol in De Illusionist met Jim van der Woudes. Goed. En dit is Kim van Kooten in Zusje. Allemaal kalveren en goede antwoorden. De humoristische film over een oudere jongen die nog steeds thuis woont, dat is de film Abel van Alex van Warmerdam. De joker, hè? Ja, daar komt de joker. En dan de thriller van Tim Krabbe werd verfilmd onder de titel Spoorloos. Maar Revens roman heette inderdaad De Avonden. Dus dat is in ieder geval de 7e goeie. En de 3 kalveren voor bij nader inzien. En niet voor spoorloos. Nou, dat is toch goed geantwoord en goed gerekend en goed gejokerd. En nu vraag 4. Ik heb nooit een bescheiden mening gehad. Als je mening hebt, waarom zou je er dan bescheiden over zijn?
Aldus de Amerikaanse folkzangeres Joan Baez, die in de jaren 60 bekend werd met haar protestsongs tegen de oorlog in Vietnam en de rassendiscriminatie. 9 andere muzikanten, zangeressen, popgroepen die protesten aantekenden in de jaren 60. De Plastic Ono Band, Barry McGuire, Edwin Starr, The Beatles, The Doors, Donovan, The Kinks, Bob Dylan en de Rolling Stones. En u gaat ze horen voor de verandering. We gaan swingend dit programma beëindigen. Namelijk door 9 protestsongs laten horen. U zegt wie u hoort. Hier is 1. Plastic Ono Band. 2. I'm your masters of war. You that build the big guns. Donovan. 3. Rolling Stones. 4. Dat is Donovan en waar Donovan zijn moet Bob Dylan zijn. 5. Barry McGuire. 6. The Doors. 7. Dat is de Plastic Ono Band en waar ik de Plastic Ono Band zijn moest zijn de Beatles. 8. The Kinks. 9. Edwin Starr, stop. Ja, nou ja, en dan heeft hij nog 14 seconden voor geen joker. Juist. Dan gaan wij meteen weer luisteren naar Revolutie. Tja. Ze waren toen erg onder invloed volgens mij. Het gaat zo slam. De Beatles Revolution is goed. I'm your masters of war. The Masters of War. You that build the big guns. Dat is inderdaad van Bob Dylan, dat is de tweede goeie. The Street Fighting Man van de Rolling Stones is de derde goeie. En dan nu niet Bob Dylan, maar... He's the universal soldier and he really is to blame. Donovan is goed. Nummer 5 is The Eve of Destruction met... Mooie tekst van Barry McGuire. It's all over. Jim Morrison, The Unknown Soldier, gezongen door The Doors. Gaat allemaal heel goed. En als nu deze ook nog goed is, de Plastic Ono Band, zegt u, tegen Give Peace a Chance. John Lennon speelde daar inderdaad een hoofdrol in. Het is goed, gefeliciteerd. En de Kinks. Ja, dank u wel. Kinks. Goed, laatste, Edwin Starr. Kom maar, Edwin. Hallo. Nee, Edwin is naar bed. Dat is jammer, maar dat maakt niet uit, want hij was wel goed. Dus er zijn er 9 goed, dus u krijgt weer een joker. U heeft er dan 6 jokers. Ja. En ik ben nog niet naar bed en kan u dus mededelen... dat als we dit allemaal nu eens eventjes rustig aan u gaan vertellen... dat u bijvoorbeeld volgende week terugkomt... dan alle vragen goed gaat beantwoorden... dan krijgt u heel veel voor elke goede vraag. En dat wordt dan ook nog verdubbeld. En dat leidt dan tot 14.880 gulden, is inmiddels uitgerekend. Dat is een aantrekkelijk bedrag. Maar u mag ook de 4.920 gulden mee naar huis nemen. Ik denk dat ik dat maar doe. Want zit af en toe toch... dat ik niet die 9 goed heb. En dat moet dan toch. Ja, hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk dank voor het spelen. Volgende week een nieuwe speler in elk geval voor deze eeuw. En een derde ronde wetenschap. Graag tot dan.